Prima. Goed. Welkom. Leuk dat je er bent. Ha! Zo. Dus wij gaan bij het slechts beoordeelde restaurant een hapje eten. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag weer een vlog. Het is alweer een tijdje geleden, want ik heb toen Hey Meisje natuurlijk geüpload en daarna een Q&A samen met Ella. Maar vandaag weer een vlog. En ik wil beginnen, sowieso jongens, dank jullie wel voor de support op Hey Meisje, want echt, ik ben echt blij. En ik stond eigenlijk best wel van versteld hoe erg blij jullie waren dat Hey Meisje eindelijk uitkwam. Kijk, ik wist dat mensen erop zaten te wachten, maar dat er zoveel mensen gewoon echt reageerden. Yo, ik zat hier zo lang op te wachten. Echt, ik vind het heel leuk jongens, al die reacties. En ik heb alles gelezen en blijf Hey Meisje streamen. Link staat nog steeds in mijn bio, maar... wij zijn vandaag onderweg richting Saïd, Zeewolde, want hij stuurde mij een DM en hij had weer iets raars. Hij had een leugendetector had hij vandaag en hij ging een video maken dat, dat mensen aan een leugendetector gaan. En zijn kids, Samantha en hij vroeg of ik ook wilde komen. Dus ik dacht, nou, gezellig. En ik woon nu best wel in de buurt. Amstelveen is maar volgens mij iets van 40 minuutjes van Saïd. Dus ik ben bijna bij Saïd en dan gaan we aan de leugendetector. En jongens, ik ben ook wel een beetje zenuwachtig, want een leugendetector, dat is toch... ja, ik weet het niet. Ik heb trouwens niks te verbergen. Boeien. We zijn aangekomen, jongens. Maar ik moet zeiken, jongens. Ik moet echt pissen. Ah, dat is het eerste wat ik ga doen. Goed. Welkom. Leuk dat je er bent. Bro, ik ben zenuwachtig, man. Ik ben zenuwachtig? Ja, ben je dan ook? Die zit te zweten, jongen. Oh, yo. Hij zit te zweten. Wat is hij lelijk, hè? Ja, sorry, man. Godzidori. Maar ik heb het overleefd. Ja. Ik vond de vragen serieus nog best wel mild. Jawel, maar ik ben zo. Ja, hè? Ik dacht, ik word gecanceld hier, maar... ik heb het overleefd. Als je een beetje kent, dan gebeurt het. Goed zo. Ik ben weer thuis. Let's go. De leugendetector was echt grappig. Ik had alleen echt wel serieus wel, wel moeilijker verwacht. Of daar zijn maar moeilijkere vragen. Want dit waren nog best wel milde vragen. Dus dat is alleen maar goed. Want ik dacht, ik had meer gekke vragen waar ik dan helemaal zenuwachtig van word. Maar dus het viel eigenlijk wel mee. Het was hartstikke gezellig. Oh jongens, moet je eens kijken hoe lekker ik hier zit op balkon. Lekker in het zonnetje, muziekje op. En ik heb net een pokeball besteld met salm en tonijn en avocado en allemaal lekkere dingetjes. Oh, jongens. Ik zeg al zo lang dat ik echt zin heb om op vakantie te gaan. Maar ik weet gewoon niet met wie ik wil gaan. En heel veel mensen kunnen ook niet. Bijvoorbeeld Ruben, die moet de hele zomer aan scriptie. Willem, die kan ook niet. En Gio, die is alleen maar weg. Dus ik heb echt zin om op vakantie te gaan. Maar goed, ja, nou, dit is ook een beetje vakantie. Lekker in het zonnetje zitten. Ik krijg tenminste een vakantiegevoel en dat is goed. Wie zijn die mensen? Hoe vaak zien jullie elkaar in de week? Gekke mensen daar, jongens. Ik weet niet wie dit zijn. Mogoltjes. Mogoltjes zijn het. Misschien wel, ja. Ben jij? Oh ja, we zijn even een video aan het kijken. En ik zit hier nu op Sunweb, want wij gaan een vakantie boeken. Alleen we weten nog niet waar we naartoe willen. Ik heb een Sunweb-bon ooit gekregen van... stomme intro's ook van die YouTubers. Man, outro's, ja. Nee, maar ik heb ooit een Sunweb-bon gekregen. Omdat ik toen had ik had volgens mij een campagne toen een keer voor hun gedaan. Sorry, ik heb geen filmpje. Ik ben aan het vloggen. Oh, sorry, jij bent aan het werk. Ik ben dit is mijn werk. Nee, maar... Nogmaals, wat ik wil zeggen. Ik heb ooit een Sunweb-bon gekregen omdat ik ooit een campagne met hun heb gedaan. En die kan ik nog steeds verzilveren. Dus wij gaan eventjes kijken of er leuke bestemmingen zijn. Want wij willen graag weg en dan waarschijnlijk eind september. Begin september. Dat zei ik. Zo, wat een leuk... Zie je wat een leuk meisje daar, zeg? Jezus. Dat ben ik er niet. Nou, we gaan even zoeken. Het is al bijna 1 uur, jongens. 1:15. En dit uitzicht blijft altijd hartstikke lekker, jongens. Soms is het echt chill om gewoon even lekker in de avond hier te staan. Avondwindje erbij. Heerlijk. Maar goed, ik ga lekker naar mijn bed. Dus ik ga lekker de deur dicht doen. En ik doe de lamp uit. En daar heb ik Google voor nodig. Dus, hey Google, doe alles in de woonkamer uit. Slaap lekker. Prima, ik doe 4 dingen uit. Bedankt. Een hele goede morgen, jongens. Ik ben nog steeds aan het kijken naar vakantiebestemmingen. En ik zit hier bij een resort in Egypte. Nou, moet je eens even kijken, jongens. Dit ziet er toch helemaal chill uit. Maar er is wel één klein probleempje. Want als ik opzoek Egypte
Snorkelen, dan staat er... Ah, kijk. Snorkelverbod in Egypte na aanvallen van haai. Want er zijn blijkbaar in Egypte een maand geleden 2 mensen overleden aan een haaienaanval. Dus er is nu een snorkelverbod in Egypte. En de enige reden waarom ik naar Egypte zou willen is omdat daar echt je hebt daar echt hele mooie zeeën en ook koraal. En je kan heel mooi snorkelen en duiken en zo, wat ik heel erg leuk vind. Alleen als er haaienaanvallen zijn, dan hoeft het voor mij niet. En Ella vindt het ook totaal niet leuk. Die is een beetje bang voor de zee zelfs. Die vindt vissen en zo vindt ze al eng. Dus dat wordt hem ook niet. Maar het is best lastig om nog gewoon een goede vakantie te zoeken, weet je. Maar ik wil het liefst gewoon ergens aan een strand zitten of zo. Maar sommige hotels zijn dan echt fucking mooi, maar die zitten dan niet aan het strand. Die hebben dan zo voor meer een rotsstrand in plaats van echt zand mooi en blauwe zee. Dus het is nog een beetje uitzoeken. Maar Gio die is onderweg vanuit Amsterdam naar hier. Want hij komt gezellig chillen hier. Want Jade die is in Amsterdam en ze komen net terug van Abu Dhabi. En Gio zei, ik kom gezellig langs. Dus dat is helemaal gezellig. En we hebben geen idee wat we gaan doen, maar het wordt leuk. Er gaat een lelijk joch aanbellen in 3... 2, 1. Hey, hoe ben je binnengekomen? Ja, ik stond de hele tijd daar te wachten. Ik stond de hele tijd te kijken, want er stonden heel veel mensen voor de deur. Dus ik dacht, als jij aan gaat bellen, ga ik doen wat jij ook altijd deed. Ik druk het per ongeluk verkeerd allemaal. En die gast stond me aan te kijken van, wat is deze guy aan het doen? Jammer man. Yo man. Hey, ben jij ook vlogger? Ja man, ik mis je zo erg dat ik vanuit het vliegtuig gelijk naar je toe kom. Dat vind ik echt zo, dat vind ik lief. Gemist, hè? Ja, ik heb je wel een beetje gemist. Je bent alleen maar... Hey, normaal doen! Oh jongens, ik zat net weer te kijken op een site voor een camera. Natuurlijk weer die A7S. Oh, ga je dit nou echt in je vlog vertellen? Ja, ik heb het ook... Vorige keer was ik ook al bij de camera, maar ik wil hem zo graag. Hè. Kijk, dit ding. Je hebt wel een goede titel. Dit ding wil ik heel graag, dit. Ja, deze, ja. Ja, die wil ik gewoon. Je hebt wel een goede titel straks, zeg maar, dat je dan kan zeggen... Ik geef per ongeluk ineens 3000 euro uit. Als ik hem ga halen. Ja. Maar hij is 4000 euro. Nog beter. Nog titel. Beter. Nog meer views. Ja. Oh jongens, het is lekker weer. Maar ik wil eigenlijk wat gaan doen. Alleen we weten niet zo goed wat. En Jill moet ook weer straks om 6 uur weg. Ja. Wel irritant. Ik zeg maar dan heeft Jaren nu eindelijk een auto. En dan moet je haar alsnog gaan ophalen. Hij staat daar. Ja, ben je... Ja. Hé! Uit de buurt blijven dan! hij keek. Maar nu moet je haar alsnog gaan ophalen. Want jij zou ook zeggen van, ja, als Jara een auto heeft, hoef ik er nooit meer op te halen. Ja, nu is het een kutsituatie, want nu kom ik net het vliegtuig uit. Ja, oké, je hebt je eigen auto niet. Ja. Ik krijg op. Mijn huis uit. Oh. Op zouten. Kijk, weet je... Ik vind het gewoon niet zo leuk dat je Jara gewoon de hele tijd gewoon lastig valt. Dat je gewoon niet zo... Ja. Jongens, zou ik wat leuks stellen? Ik zat gisteren aan de leugendetector bij Siri. Dat was de vraag, zou je ooit Jade willen afpakken van Gio? Toen zei ik nee en toen ging je zo boef, het ging je omhoog. Je liegt. Ja. Maar ja, we kunnen nog steeds wel ruilen met Ella. Ja, gaan we een keer een partnerruil doen. Gio krijgt van Ella voor een dagje en ik Jade. Eén dagje, mag ik wel met slapen dan? Als je maar niks doet. Laat de baat. Oh. Hoi hoi. Hé, jongens, wat een rust. Gio is heerlijk het huis uit en het is gelijk weer helemaal zen. Lekker, rustig en nog steeds schijnt het zonnetje. En misschien dat we vanavond op het strand gaan eten, want mijn ouders die zijn op het strand. Die zeiden, kom gezellig eten op het strand. Dus ik denk dat dat wel een goed idee is, aangezien het zonnetje nog steeds hartstikke lekker op mijn poffert schijnt. Dus... ik ga even bellen. Ja jongens, we gaan naar het strand. Het is lekker weer, dus we moeten ervan genieten. En oh, wat is het lekker. We gaan lekker naar het strand. Ik ben eigenlijk al de hele dag binnen geweest. Wat echt goed weer is. Dus wel even fijn. Gangster. Jezus, het is hij een gangster. Zeg. Niet normaal. Kijk eens even jongens. Wat een parkeerskills, hè. Niet normaal. Wat een gekke coureur ben jij toch. Wat een parkeerskills. Dank je. Ja, doe je wel goed. Nou, daar staat hij jongens. Mooi uitzicht achterop de duinen. Ja, meneer. Goed. Zat ik nou dit te bellen? Ja. Ja, dat is echt goed. Oh, ram de biel. Daar zijn we dan, op het strand. En de strandtent waar we naartoe gaan, die is niet hier, zoals je misschien zou kunnen denken. Maar het is helemaal verderop, dus schoentjes uit. Heel lekker, open. Met de blote voetjes door het zand. Hats. Daar gaan we jongen. Over het strand. Jongens, dit is best wel een beetje ongemakkelijk, want... die strandtent, zeg maar, waar we naartoe moeten, die is, ik kan nu niet mijn camera draaien, maar de strandtent waar wij naartoe moeten, die is daar. Alleen, het probleem is,
wij lopen nu langs het Naakstrand. Dus er lopen allemaal gasten met hun leuter hier langs. Dus daarom dat ik maar zoveel. Anders dan, hè? Ik denk niet dat YouTube dat heel leuk vindt. Maar echt. Ja, niemand vindt het leuk. Oh, dit is echt smerig. Allemaal van die oude mensen die allemaal hier naakt rondlopen. Dan. Maar ook gewoon schaamte dat ze met een heup in hun zij zo. Of met hun handen in hun zij. Schaamloos, trots. Ja, trots. Gadverdamme, man. We hebben het overleefd, Ruf. Auw, fuck. Oh. Ja, toch niet. Oh, ik stap even op een schelp. Jongens, moet je eens kijken. Zeg maar, deze strand zit gewoon echt recht achter de duinen. En dan lopen er herten gewoon. De gewei. We hebben net lekker gegeten en we gaan weer teruglopen richting de auto. Maar jongens, moet je eens kijken. Wat een mooi zonnetje. En zo het mooie lege strand. Nou jongens, ik heb het de hele tijd over vakantie. Maar dit is toch vakantie in eigen land. Moet je eens kijken. Vakantie in eigen land. Met het zonnetje erbij. Heerlijk. Ja, dat is de vlog. Wat? Wil jij ook in de vlog? Kijk eens wie we tegenkomen, zeg. Wat voor toevallig. Druk op de toeter. Hey! Oh, wat lekker dat wij gewoon lekker met de auto mogen. Ja, dat is door. Lekker fietsen. Ja, maar zij hoeven maar, een half uur te fietsen. Ja. Als wij op de fiets zouden gaan, hoe lang zou dat zijn? Een uurtje. Huh? Een uurtje. Naar Amstelveen? Nee, ik denk wel langer. Ik denk de anderhalf uur of zo op de fiets. Maar de elektrische fiets, die derde gaat. Ik ga het eens opzoeken. Oké, Google geeft aan dat het 1 uur en 35 minuten op de fiets is. Dus laten we zeggen dat je 10 minuten eerder bent met een elektrische fiets. Ja, misschien nog wel iets. Oké, dus zeg maar ongeveer een uur en een kwartier. Of een uur en 10 minuten. Valt best mee eigenlijk. Alsnog best wel snel inderdaad. Ja. Zullen we gewoon een keer gewoon op een fiets naar het strand? Ja. Als jij nou de GoPro meeneemt, dan blijf ik thuis. Ja. nee, grappig jongens. Maar goed, wij gaan eventjes Joris spalen, want die is hier bij zijn vader. En dan rijden we richting Amsterdam en we hebben heerlijk gegeten met allemaal naakte mensen om ons heen. Je bent wel heftig man. Ja, dat is echt raar. Raar, je moet allemaal lekker zelf eten, maar het is gewoon nee, zeg maar, het is raar om te zien. Raar om te zien, je bent niet gewend, maar dan lopen zeg maar, wij zijn aan het wandelen richting het restaurant en er een andere man die is aan het wandelen met zijn slurf tussen zijn benen. Ja, je ziet hem zo waggelen, ja. Ja, gewoon gek om te zien, maar ja, volgens mij is het wel officieel dat stukje. Ja, het is een naakstrand. Ja, het is officieel een stukje naakstrand. Hé, hey, dat is ook raar om te zien. Hé! Hey! Ja. Er stond iemand wild te plassen. Maar goed, het is gewoon officieel een naakstrand, dus je kan daar gewoon lekker doen wat je wil. Alleen, het is gewoon gek om te zien, ja. Jongens, moet je eens eventjes kijken. Ik lig lekker op mijn kamer Fortnite te spelen. Met de mannen. Hé, hey, Jor. Hey, waar is Ruup? Ruup, laat je zien. Hey! Ja, het is wel grappig. Ruup zit ook gewoon in de andere kamer. Die zit in de woonkamer. Alleen we hebben dus nu twee PlayStations. Maar ik game dus echt nooit. Springen, waar moeten we heen? Zo jongens, het is mooi geweest voor vandaag. Ik ga lekker slapen. En morgen ga ik iets heel leuks doen. Want ik ga samen met Steve de stad in. En dan gaan we bij het slechts beoordeelde restaurant ontbijten. En daarna ga ik richting Sanport Zuid. Want de Sanportse feestweek is. En daar kwam ik vroeger ook altijd. Dus ik ga gezellig kijken. Er is een soort van paardenrace ook. Dus dat wordt ook hartstikke gezellig. Dus jongens en meisjes, ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Jongens, ik heb me toch een partijtje slecht geslapen. Er waren zoveel muggen vannacht in mijn kamer en het was warm. En ik dacht, ben ik de enige, moeten die muggen mij hebben? Maar Ruben heeft ook echt slecht geslapen, want het vol met muggen zat bij ons. Maar goed, het is nu 9:30 en ik ga nu richting de stad, want daar heb ik met Stefan afgesproken. Dus let's go. Waar zijn we jongens? In Amsterdam. Oh, het is letterlijk hierachter. Ja, in hierachter. Amsterdam, gozer. Wij hebben trek. Ja, ik heb honger. Ik wil ook even de intro opnemen inderdaad. Ik wil even ergens die camera opzetten. Zet hem daar op het randje. Oh, ik dacht op het bankje. Oh, kan ook. Maar goed, wat ik al zei jongens, wij gaan bij het slechts beoordeelde restaurant een hapje eten, ja, een ontbijtje nemen. Ik vind het wel leuk dat je dat met mij wil doen trouwens. Ja, leuk hè? Ja, dat vind ik leuk. Maar straks zijn we doodziek. Straks komen we eraan en is het fucking smerig. Gast, ik moet dus de hele dag dit doen. Maar, zeg maar ik denk dat de avond nog het ergste is. Of de lunch. Ontbijt kan, zeg maar, je kan het niet heel snel verneuken. Ja, dat zou je zeggen, ja. Nou, we gaan het zo zien. We gaan het zien. Nou, daar zitten we dan. In het restaurant. Lekker met KA ontbijt, hoor. Nou, best een leuke tent. Ja, best een leuke tent. Nou jongens, het is gelukt. We hebben gegeten. Het was eigenlijk nog wel prima. Maar goed, ja, nou. Kijk maar de video van Steven om te zien hoe dit eruit zag. Het was ook heel erg duur. Ja, het was echt heel duur. Maar goed jongens, we gaan nu een TikTok opnemen voor Hey Meisje. En heb jij Hey Meisje niet geluisterd? Ga dat dan doen. Link voor deze in toch?
Bio. Ja, die. Ja. Hey, mensen dachten dat ik het had genakt, hè. Hoe bedoel je? Ja, ze zeiden van, oh, goed bedacht of goed genakt die tekst. Terwijl het totaal verschillend is. De titel is wel. Ja, hey meisje, maar ja, goed. Ja, ik vind het best wel triest. Ik zou het niet gedaan hebben, misschien. Nee, flikker dan op. Nou jongens, ik zit weer in de auto, maar het is echt chaos hier. Ik heb hier ook mijn deur openstaan. Maar ik weet niet wat aan de hand is, maar het duurt best lang zoals je ziet. Iedereen is ook gewoon zijn auto uitgestapt. Ik denk dat er iemand aan het uitladen is of zo, op een of andere manier. Verdomme. Nou jongens, je hoort de toeter ook. Iedereen is aan het toeteren. Maar ja, goed, gelukkig hebben we geen haast, dus dat is fijn. We gaan naar de feestweek. En de feestweek, daar hoort een biertje bij. Ja, lekker. En een watertje, Ruben gaat rijden. Maar we gaan dus naar de feestweek en daar is een paardenrace. En dan gaan paarden tegen elkaar racen. Paardje racen! Nou, let's go. Hier gaan de paarden straks rennen. Maar je kon ook gokken. Alleen, we zijn te laat. Jor, we zijn te laat. Je kan dus zeg maar gokken op een paard. Als het paard dan wint, dan krijg je dubbel of zo. Maar we zijn te laat, dus het werkt niet meer. Boy, het ging keihard, man. Zag je dat? Boy, yo! Dat was jouw paard, hè, jongen. Dat was jouw paard. Is het mijn, hè? Nee, geen idee. Nou, wat leuk. Van een rennende paardje terug naar huis. Jongens, het was hartstikke gezellig gisteren. Zie je, ik zit weer met een kus op mijn buik. Was het vorige keer ook? Ja. En die hele Q&A lang ook. Vind jij het kussen leuker dan dat ik ben? Ja, dat zei ik de vorige keer ook. Maar goed, vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.